Op deze foto's is te zien hoe het wrak uit het water wordt gehaald. Van de menselijke resten had Johan toen enkel vermoeden. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Uh, buiten het feit dat we meerdere vliegtuigwrakken door, uh, door de jaren heen hebben gevonden, is het uh, toch wel uh, ja, belangrijk dat we hier nu weten dat er vermisten in het wrak zitten. En uh, ja, daar gaat het ons uiteindelijk om. Om wat voor vliegtuig gaat het eigenlijk? Ja, het gaat hier om een uh, Avro lengester bomwerper die in de nacht uh, van 12 op 13 uh, juni 1943 terugkwam voor zijn doel. En dat was Bochum. daar had hij zijn bom ook uh, op afgeworpen. En uh, ja, op de terugweg is dit toestel onderschept door een Duitse nachtjager. Die waren nogal erg fanatiek. En uh, ja, ook dit toestel is ten prooi gevallen aan een Duitse nachtjager. En die is ook echt brandend gewoon de meer ingedoken uiteindelijk. Het contact met de nabestaanden van de bemanningsleden is steeds goed geweest. Ja, die zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig van wat onze onderzoeksresultaten zijn en nu dat we eigenlijk weten dat de vermisten er nog in zitten, ja, dan is de volgende stap om met de betreffende gemeente te gaan praten en kijken wat de mogelijkheden zijn om tot officiële berging over te gaan. Als het wrak eenmaal geborgen wordt, is dat ook voor de nabestaanden van de gevonden bemanningsleden een mooie afsluiting van een hoofdstuk. Als het wrak geborgen gaat worden met de menselijke resten, nou, dan kunnen ze in ieder geval officieel als je jezelf graf krijgt, dan worden ook de nabestaanden bij je uitgenodigd natuurlijk.